is zwaar, het is vies. Het is heet. Maar het is ook mooi. Op het moment dat je die overzocht zo aanzet, dan hoor je de gerommel. Dat is een lekker geluidje om op te werken, vind ik zelf. Het is gewoon ook agressief, het vuur, het kracht. En dat is mooi. Ik heb altijd geweten dat ik dit wilde gaan doen. Dat kunstenaars gewoon hele mooie, fijne, creatieve mensen zijn om mee te werken. En dan samen iets moois maken wat tot in de eeuwigheid meegaat. Ja, hoe bijzonder kan het zijn? Eigenlijk al verkocht bij geboorte, zeg maar. Ja, oké, naar voren. Het model komt hier van de kunstenaar. Of een tekening, maar in principe het model. En daar maken wij de gietmal op. En als het geboetseerd is in was, dan smelten wij de was eruit. En die holle ruimte wordt gevuld met brons. De basis voor ons is altijd was. Het is niet voor niets de Sear Perdue methode, verloren wasmethode. Overal trots op. Maar het eerste wat mij nu te binnen schiet is Haags Jantje. Die staat bij het torentje, bij de Hofvijver. En die wijst naar het torentje. Dus daar heeft Mark Rutte nu afscheid genomen. En de volgende wijst hij nu aan. Koen Dille, Willy van der Kuilen, Guus Meeuwis. De dieren bij de ingang van Burgerszoel. Toon Hermans. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Echt heel erg veel. 9 van de 10 jongetjes die willen profvoetballer worden. Dat is mij niet gelukt, maar ik heb wel Willy van der Kuilen mogen gieten en ik heb hem mogen ontmoeten. Ja, dat was, denk ik, wel een droom, ja. Ik ben begonnen als dakdekker in het begin. En toen ben ik uiteindelijk als boomkweker verder gegaan. Uiteindelijk is het toch wel, je komt er toch achter dat het wel leuk is om met metaal te spelen en dat soort dingen. Het is heet, het is extreem. Ja, dat vinden jongens vaak leuk. Er is geen bronschietschool. Je kunt kennis opdoen op een metaalbewerking opleiding, maar dat is het dan ook wel een beetje. Iedereen moet het leren. We kunnen niemand met een opleiding als bronschieter oppikken. Die zijn er gewoon niet. Ik vind vooral het creatieve denkproces met de kunstenaar, dat vind ik het allerleukste. Ik kan wel bewonderen wat een ander maakt, absoluut. Maar het gaat mij nog steeds om de techniek erachter. De manier waarop het loogst wordt gemaakt, zodat het fatsoenlijk doorloopt en zo en niet mislukt. Dat is wel, zit wel achter. Dat is mooi. In ons idee is beeldende kunst net zo belangrijk als podiumkunst, muziek, schilderijen. Mensen hebben het over het weer, maar ook over grote kunstwerken die in de stad staan. Ze vinden het lelijk of ze vinden het mooi, maar er wordt over gesproken. Wij zijn serieus van mening dat we gewoon niet zonder creatieve uiting kunnen.